Mijn naam is Michael Rummerman. Ik ben arts, klinisch farmacoloog, werkzaam in het Amsterdam UMC, locatie VUMC en neem u vandaag mee met deel 6, wat gaat over huidinfecties. U weet misschien ondertussen al dat dit deel 6 is, wat deel is van een groter module over antibiotica. Vandaag dus deel 6, wat gaat over huidinfecties. De leerdoelen die bij dit onderdeel horen, zijn het inzicht verkrijgen in de meest voorkomende infectieziekten, in dit geval de huidinfecties, en is het ook belangrijk om een goed onderbouwde antibiotische therapie te kunnen beargumenteren voor patiënten met in dit geval een huidinfectie. Laten we eens gaan kijken wat we hiervoor kunnen doen. Als allerbelangrijkste is om te starten met te weten welke bacteriële verwekkers nou een huidinfectie kunnen veroorzaken. In dit plaatje ziet u dat huidinfecties met name veroorzaakt worden door Staphylococcus aureus, groep A streptokokken. Het zijn de gewone bewoners van onze huid. In sommige gevallen kan een huidinfectie ook worden veroorzaakt door een wat ernstigere infectie, bijvoorbeeld bij een Pseudomonas-infectie. Als we kijken naar de verschillende type infecties of huidwonden, dan onderscheiden we 4 verschillende types. In eerste instantie onderscheiden we de traumatische wonden en bijtwonden. Belangrijk wat moet opvallen is dat infectie hier niet een rol in speelt. Er is dus geen infectie, maar er is wel een hoog risico op het ontstaan van een infectie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij patiënten met een gecompromitteerd immuunsysteem, waarbij straatvuil, bacteriën uit de mond, bijvoorbeeld van een mens, hond of kat, in de wond komt wat mogelijk kan gaan ontsteken. Maar belangrijk, er is nog geen infectie. De tweede groep zijn oppervlakkige huidinfecties. Ik zeg al heel duidelijk infecties, hier is dus wel een infectie gaande. Het kunnen onder andere erythrasma zijn, folliculitis of een impetigo. Het zijn met name infecties van de bovenste huidlagen die veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een Staphylococcus aureus of een streptokok. We onderscheiden ook diepe huidinfecties die in de diepere huidlagen zitten, zoals bijvoorbeeld een cellulitis of een erysipelas. Ook dit wordt veroorzaakt door een Staphylococcus aureus of door streptokokken. Daarnaast hebben we nog traumatische wond- en bijtwondinfecties. Dit is dus in tegenstelling tot de traumatische wonden en bijtwonden wel een infectieziekte. Hier is dus een infectie van de diepere huidlagen die kan komen door de traumatische aangelegenheid of door bacteriën uit de mond of de bek van katten of honden. Laten we eens gaan kijken wat dit voor verschillen zijn. In eerste instantie is het belangrijk om niet-medicamenteuze adviezen te geven. Onder andere hygiëneadviezen. Verder kan een patiënt gebaat zijn bij bacteriële infecties van de diepere huidlagen om het aangedane lichaamsdeel in belasting te beperken, bijvoorbeeld door een been hoog te leggen. In sommige gevallen ontstaat er ook een lymfoedeem, waardoor compressietherapie, zwachtels, aangewezen kan zijn. Als laatste is het belangrijk om bijvoorbeeld ook bij erysipelas of cellulitis de roodheid die ontstaat op de huid af te tekenen. En dit kan helpen bij het bepalen of de therapie aansluit. Als de roodheid immers buiten de eerder omlijnde roodheid aanwezig is, dan zou de infectie bijvoorbeeld niet behandeld kunnen worden of niet adequaat behandeld kunnen zijn. Als we gaan kijken naar de cellulitis of de erysipelas, ook wel de diepe huidwondinfecties, dan moeten we dus een aantal stappen ondergaan. En wat u van eerdere colleges ook al misschien heeft meegekregen, zijn er 4 belangrijke stappen. De eerste stap is, wat zijn de vermoedelijke verwekkers? Ik zei al, de meest voorkomende verwekkers zijn de groep A streptococcus, zoals bijvoorbeeld een Streptococcus pyogenes of een Epidermidis, en de Streptococcus aureus. De volgende stap die je moet nagaan is om te kijken of er een grote kans op resistentie is. In Nederland valt dit wel mee, omdat bijvoorbeeld ook de prevalentie van MRSA beperkt is, maar als je bijvoorbeeld uit het buitenland bent gekomen of in een buitenland ziekenhuis hebt gelegen, dan is de kans op MRSA hoger. De derde stap is, komt het antibioticum wel op de plek van infectie, in dit geval de huid, aan? En in heel veel gevallen is dit wel het geval. De vierde stap is dan te bepalen of het antibioticum veilig is, waar we ook zo naar gaan kijken. Als we dan nog even gaan kijken naar de verwekkers en antibiotica van de cellulitis en de erysipelas, dan zagen we hier dus weer de 2 meest voorkomende oorzaken, bacteriële verwekkers, en aan de rechterkant de medicamenten die frequent gegeven worden. Je ziet in dit geval
dat de venetoceline of de benzylpenicilline goed werken tegen groep A-streptokokken, maar niet werken, dus volledig resistent zijn tegen de Staphylococcus aureus. De overige behandeling, fluoxacilline, clindamycine en clarithromycine, werken wel voor allebei. Het is dus van belang om na te gaan of het een groep A-streptokokken is, want dan zou heel smal behandeld kunnen worden met venetoceline of benzylpenicilline. Maar als je het niet zeker weet of het een van deze twee is, dan dient bijvoorbeeld fluoxacilline aangewezen te zijn, omdat deze allebei deze verwekkers aangrijpt. We zullen zo eens gaan kijken waar dat nou precies aan ligt. Stap 2, de prevalentie van mRSA was beperkt. Dus in de meeste gevallen hoeven we hier niet op te letten. En in de eerste lijn is het antibioticum komt heel goed aan op de plek van de huidwondinfectie. Stap 4, als we kijken naar of het geneesmiddel veilig is. Venetoceline en fluoxacilline zijn beta-lactam-antibioticum. Daar moeten we over het algemeen goed letten op allergieën voor penicillines. En bij clindamycine en clarithromycine moeten we onder andere kijken naar de QT-tijd. En bij patiënten met ernstige leverfunctiestoornissen is dit ook wat minder aangewezen. Voor meer informatie hierover wil ik verwijzen naar deel 2, waar de individuele antibiotica besproken worden. Als we nu nog eens gaan inzoomen op het verschil tussen de groep A-streptokokken en de Staphylococcus aureus, dan wil ik u weer meenemen naar deel 2 van deze antibiotica-serie, waarbij we hebben gezien dat Staphylococcus aureus frequent penicillinase, of ook wel beta-lactamase, maakt. En we zagen daarbij in deze kruistabel die op het rechter plaatje staat, dat venetoceline een smal spectrum antibioticum is. Fluoxacilline is dat ook. Alleen fluoxacilline is ongevoelig voor penicillinase. Venetoceline is gevoelig voor penicillinase. Wat betekent dit nou? Die aureus die maakt penicillinase en penicillinase dat breekt de penicilline of de beta-lactam antibioticum af. Dus als je een Staphylococcus aureus behandelt met venetoceline, produceert de aureus penicillinase, waardoor venetoceline niet werkzaam is. Maar als je een Staphylococcus aureus behandelt met fluoxacilline, dan kan die Staphylococcus aureus penicillinase maken, maar die fluoxacilline zal niet kapot gaan, nog steeds zijn werk kunnen doen en daarom goed werkzaam kan zijn tegen Staphylococcus aureus infectie, maar ook tegen de streptokokken infectie. Dus belangrijk, als u zeker weet dat het een streptokok is, dan kunt u behandelen met venetoceline. Als er twijfel is, dan moet u behandelen met fluoxacilline. En dit is ook precies wat de richtlijn zegt. De richtlijn zegt namelijk, je kan op basis van klinische parameters niet goed weten of het een cellulitis of een erysipelas is. En daarom behandelen we met fluoxacilline. En hier zien we dan de opties die je kan geven. In eerste instantie fluoxacilline. Als iemand bijvoorbeeld een allergie heeft voor beta-lactam-antibiotica, penicillines, dan wordt er overgegaan op bijvoorbeeld clarithromycine of clindamycine. En voor kinderen werkt dit hetzelfde. Als we dan gaan kijken naar traumatische bijtwondinfecties, bijtwonden of bijtwondinfecties, zijn er nog andere adviezen die je moet geven. Belangrijk is die wond te spoelen met kraanwater en eventueel debris bij traumatische wonden te verwijderen. Daarbij is het belangrijk om langdurig weken of baden van de wond te vermijden. En eventueel de wond af te dekken met een zalfgaas, maar de wond niet helemaal te sluiten. Want die verwekkers die erin zitten, de bacteriën, die moeten er nog uit kunnen. Chirurgische behandeling voor traumatische of bijtwondinfecties staan hier op deze dia. Het belangrijkste is dat u traumatische wonden zonder tekenen van infectie binnen 12 uur zou kunnen sluiten. Traumatische wonden die geïnfecteerd zijn, sluiten we nooit. Die worden dus gewoon aan de lucht onderhevig en die zullen vanzelf sluiten, maar die wil je niet bijvoorbeeld hechten. De reden hiervoor is dat als u een geïnfecteerde wond gaat hechten, is dat die bacteriën er niet uit kunnen en eigenlijk meer kwaad gaan doen. Bij bijtwondinfecties, en dan kan je overwegen om de bijtwond te sluiten als het bijvoorbeeld korter is dan 8 uur geleden. Maar bij prikbijtwonden van bijvoorbeeld van een kat ga je het niet sluiten. Je sluit het bijvoorbeeld wel als het cosmetisch wenselijk is en als er een laag risico is op een infectie.
De medicamenteuze behandeling bij traumatische wonden. Belangrijk is, er is geen infectie, maar er is kans op een infectie. Dan moet je gaan nagaan of er eventuele tetanusprofylaxe geïndiceerd is. Dat is met name geïndiceerd als de wond in aanraking is gekomen met straatvuil, aarde of mest, waar eventueel de tetanusbacterie in kan zitten. Antibiotica wordt eigenlijk alleen gegeven als iemand een verminderde afweer heeft. Bijvoorbeeld bij een immuungecomprimenteerd patiënt. En dit wordt dan vaak gedaan op basis van fluoxacilline, clarithromycine of clindamycine. En u ziet dat het een relatief korte kuur is van 7 dagen. Bijvoorbeeld bij een erysipelas of een cellulitis was het 10 tot 14 dagen. En dat is omdat bij traumatische wonden er geen infectie is. Er is alleen een kans dat er een infectie gaat komen. Bij bijtwonden van honden of katten is ook vaak een tetanusprofylaxe geïndiceerd. En ook hier wordt een antibiotica gegeven. Maar zien we wel vaak andere antibiotica. Bijvoorbeeld amoxicilline clavulaanzuur of doxycycline. Nou, met name die antibiotica worden gegeven bij mensen en kattenbeten. Bij bijtwonden in de handen, polsen, benen, voeten, genitalie of het gelaat. Dus vaak de extremiteiten worden dan gezegd. Met name bij diepe prikbeten of kneusbijtwonden. En bij patiënten die immuungecompromitteerd zijn. Hoe zit het dan met tetanus? Dat is belangrijk om je te realiseren dat de meeste Nederlanders volgens het Rijksvaccinatieprogramma worden gevaccineerd. En daarin onderscheiden we verschillende groepen. Patiënten die volledig gevaccineerd zijn, daar moet er gekeken worden of patiënten in de laatste 10 jaar een vaccinatie hebben gehad. De laatste vaccinatie als kind krijg je op je 19e jaar. Dus tot en met 29 ben je beschermd tegen tetanus. Als je na je 29ste een tetanusprofylaxe nodig hebt, dan moet je eens kijken of je de afgelopen 10 jaar bent gevaccineerd. Als dat niet het geval is, dan moet je 1 tetanusvaccinatie krijgen. Dit is eigenlijk dezelfde vaccinatie die je ook krijgt bij de Rijksvaccinatieprogramma. Als je in de afgelopen 10 jaar wel bent gevaccineerd, dan is er niks nodig. Mensen die vermoedelijk gevaccineerd zijn, daar is het lastig. Dan is het afhankelijk van of iemand redelijkerwijs volgens het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd is. En daar is een verschil tussen mannen en vrouwen. De startdatum van het Rijksvaccinatieprogramma is immers anders voor mannen en vrouwen. Dat had onder andere te maken met de Tweede Wereldoorlog, waar de mannen wel in vechten en een vaccinatie kregen en vrouwen niet. Dus afhankelijk hiervan geeft u wel 1 keer een tetanusvaccinatie of niet. Mensen die nooit of onvolledig gevaccineerd zijn, daar is een andere strategie nodig. Immers, deze mensen hebben helemaal geen afweer gecreëerd tegen de tetanus. Dus op het moment dat we een tetanusvaccinatie geven, dan moet het immuunsysteem helemaal worden aangewakkerd om een immuunrespons op te wekken. En in de meeste gevallen gebeurt dat te langzaam. En daarom geven wij mensen die niet gevaccineerd zijn tetanus immunoglobuline. Dit zijn eigenlijk de immunoglobuline die wij als mens ook maken op reactie op die tetanusvaccin. Dus dat is eigenlijk passieve immunisatie. Daarnaast is het ook belangrijk om mensen die dus nooit gevaccineerd zijn, eerst die tetanus immunoglobuline te geven en vervolgens wel achteraf te gaan vaccineren. Maar dat is dan in de minder acute fase nodig. Om te voorkomen dat iemand later weer tetanus immunoglobuline nodig heeft. En het verschil tussen die tetanus immunoglobuline en de vaccinatie is dat die immunoglobuline vele malen duurder zijn dan die tetanusvaccinatie. Als we verder kijken naast die tetanus vaccinaties en immunoglobulines, is het bij traumatische wondinfecties, dus waarbij er wel een infectie aanwezig is, is het weer belangrijk om die 4 stappen na te gaan. De eerste stap is: wat zijn vermoedelijke verwekkers? Bij traumatische wondinfecties is dat over het algemeen de Staphylococcus aureus. Dus kennen we nog van bijvoorbeeld de erysipelas en de cellulitis. Ook hier is er geen grote kans op resistentie, maar moet je dus wel letten op de Clostridium, de tetanus, en komt het antibioticum in de meeste gevallen wel aan in de huid. Nou, aangezien de Staphylococcus aureus de veroorzaak is
veroorzaker is, geven we fluconazoline, clarithromycine en clindamycine. En is die aureus in Nederland goed gevoelig daarvoor. Nou, afhankelijk van of er clostridium is, of de tetanus is, moet je daarvoor vaccineren. En in sommige buitenlanden, bij traumatische wondinfecties, bijvoorbeeld vleermuizen of dierenbeten, dan moet je anders gaan handelen. In de eerste lijn is er geen grote kans dus op resistentie en komt het antibioticum ook prima op de plek van infectie aan. Bij fluconazoline, aangezien het een beta-lactam antibioticum is, en penicilline moet je opletten op allergieën. Bij clindamycine, clarithromycine letten we op de QT-tijd en moeten we opletten bij ernstige leverfunctiestoornissen. Bij bijtwondinfecties, bijvoorbeeld mens, kat of hond, zijn er veel meer verwekkers. Hier zien we er een aantal. De pasturella, met name bij de kat. Ook weer de streptokokken, staphylokokken, Haemophilus influenza bij de mens en anaerobe en aerobe bacteriën. Hier kan er grote kans zijn op resistentie, met name bij de tetanusbacterie of bij rabies. Over het algemeen komt het antibioticum weer goed aan op de plek waar de infectie is. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de erysipelas of de traumatische wonden, zien we dat hier hele andere antibiotica gegeven worden. En dat komt dus door een veel groter arsenaal en verschillende infectieziekten, of verschillende bacteriën, die zowel gram-positief zijn als gram-negatief. Eigenlijk zijn we gewoon verwekkers die in de mond van katten en mensen zijn aan het behandelen. En daarom zien we dat we fluconazoline bijvoorbeeld niet geschikt is, maar bijvoorbeeld een amoxicilline clavulaanzuur voor de meest voorkomende wel goed geschikt is. Hetzelfde voor doxycycline en clindamycine, die misschien iets minder goed werken tegen de pasturella, maar ook goed werken tegen de andere. Wederom weer, letten op de tetanus en de rabies. In eerste lijn komt het antibioticum prima aan op de plek. En als we kijken of het antibioticum veilig is, moeten we bij de amoxicilline clavulaanzuur met name letten op de allergieën. Bij de doxycycline op de leverfunctie moeten we dit niet geven tijdens de zwangerschap. Althans, niet in alle semesters van het zwangerschap. En bij kinderen onder de 8 jaar. Bij clindamycine kijken we naar de QT-tijd en naar ernstige leverfunctiestoornissen. Ik hoop u op deze manier te hebben laten zien wat de verschillende soorten huidinfecties kunnen zijn. Soms gaat het over een mogelijke huidinfectie, dus wel bacteriën die in de huid zitten, maar nog geen infectie veroorzaken. Soms gaat het over een infectieziekte die daadwerkelijk aan de gang is. En afhankelijk van welke type verwekker is, ga je bepaalde antibiotica keuzes maken. Als het uit de mond komt van een mens of uit een kat, dan gaan we relatief wat breder zitten, omdat er een breder arsenaal aan bacteriën zijn. Als het gewoon de bacteriën zijn van de huid, bijvoorbeeld bij een traumatische wond of bij een erysipelas cellulitis, dan gaan we over het algemeen wat smaller en kunnen we volstaan met bijvoorbeeld fluconazoline. Ik hoop dat u hier wat aan heeft. Ik hoop dat u het in de praktijk kunt gaan zien en ook gaan toepassen. En dan hoop ik u ook bij het laatste deel weer te zien.